Almelo is het toneel geweest van een van de grootste demonstraties die in Nederland ooit tegen het gebruik van kernenergie werden gehouden. Tussen de 30.000 en 40.000 mensen marcheerden in een 7 kilometer lange stoet naar de aan de rand van de stad gelegen ultracentrifugefabriek, onderdeel van een internationaal project waarin Nederland samenwerkt met Engeland en West-Duitsland. Men maakt hier gebruik van grote aantallen centrifuges om uranium geschikt te maken voor het gebruik in kerncentrales. Uranium dat in de natuur als erts voorkomt, wordt door de mijnen afgeleverd in de vorm van een poeder dat na behandeling met fluor in grote containers aan de fabriek in Almelo geleverd wordt. In verwarmingskamers worden deze containers opgewarmd tot 80 graden. De uranium-fluorverbinding verdampt bij deze temperatuur en het gas wordt dan in de centrifuges geleid waarin het lichte en het zware uranium van elkaar gescheiden worden. Tijdens het proces vindt er een toeneming van de lichte delen plaats tot de gewenste verrijkingsgraad van 2,5 à 3%. Van de centrifugehal worden de gescheiden gasstromen naar een ruimte gevoerd waarin ze elk afzonderlijk weer vast worden gemaakt. Vanuit deze hal wordt zowel het verarmde als het verrijkte materiaal overgebracht in containers. Het verarmde uranium wordt op het terrein bewaard met het oog op mogelijk gebruik in de toekomst. Het verrijkte uranium, dat zeer kostbaar is, krijgt met het oog op het transport nog een extra verpakking. Voordat het echter in kerncentrales als brandstof kan worden gebruikt, moet het eerst nog omgezet worden in een andere verbinding. Daartoe wordt het vervoerd naar fabrieken in het buitenland. Velen zijn van mening dat kernenergiecentrales, zoals wij die kennen in Dodewaard en Borssele, voor de toekomstige energievoorziening een absolute noodzaak zijn. Anderen daarentegen zijn beducht voor de mogelijke gevaren die aan deze wijze van energieopwekking verbonden zijn. In dat licht moet mede de demonstratie gezien worden tegen de uitbreiding van de ultracentrifugefabriek in Almelo.